Yo kijkers van Nelevijn, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met Pokémon Trading Card Game Online. We spelen vandaag tegen Calvin en misschien nog tegen Kendall. Maar laten we beginnen. Hij was verlegen de vorige keer. Ik kan niet meer herinneren, maar het zal wel. Die is ook goed, 130, 120. Dit is een starter Pokémon. Deze krijgt toch even mijn voorrang. Qua energie dan en zo. Oh, dit is de Evolve. Oké. Ja, leer je toch weer wat nieuws hè, in het spel. Dat kan altijd. Die gaat daarheen gereed. Omdat wij de eerste zet. Oh nee, hij heeft de eerste zet gedaan, dus we konden aanvallen. Hebben we niet gedaan. Hij wisselt om. Die zet op de bank. Nou, ik geef hem eerst 4 energie of hij moet uitvallen. Dan komt hij natuurlijk. Hij gaat denk ik wel ver komen. Want wat doet deze? 20. We kijken even naar de Pokémon's. Oeh. Ja. Ik weet niet waarom ik deze kies. Lapras had natuurlijk ook gekund, maar... Evolve. Weakness. Heeft hier niet heel veel effect. Zodra deze alle energie heeft, krijgt deze de rest. Oké. Nou, kan die ook weer op de bank. Energie gereed. We zouden ze eventueel om kunnen wisselen. Maar. Ja, dat zou ik. Oh nee, hij kan niet terug omdat hij nog geen energie heeft. Maar waarschijnlijk gaat hij toch deze ronde dood. Dus. Dat maakt niet heel veel uit. Ja, dood. Oeh. Wie zou de Pokémon worden die we in gaan zetten? Het wordt Articuno. Freezing Wind, jij kan op de bank. Hopskay, boom. In één keer dood. En dan staat het gelijk weer 5-5. Probleem opgelost, klaar. Hij zet een nieuw in. Kan niks doen. Die zetten we daarop in. Mocht het nodig zijn, kunnen we dus altijd nog Vaporeon inzetten. Ik denk niet dat het nodig is als het zo snel gaat. Een trainerkaart kunnen we daarmee krijgen. Die heeft een extra ding, 60 HP. Wordt nu ook uitgeschakeld. Ik moet de trainerkaart even... Oeh, deze weten we nog, dan kunnen we Lapras dadelijk pakken. Of nu. Lapras, kom jij maar op het bankje zitten. Want... Zouden we heel leuk vinden. Ja, dus je doet 100 als het kop is. Anders 80. Deze 70. Dus Lapras was beter geweest. In alles eigenlijk. Meer HP. Meer attack damage. Maar ja. Voorlopig heeft hij nog 5
kaarten en ik 3, dus. Of we gaan verliezen, dat denk ik niet. Nou, dat hoeft niet. Hopskee. En weg. 5-2. Hij heeft alleen 1 kaart kunnen pakken doordat ik Psyduck aan het begin had ingezet. En dat doe ik altijd als ik gelijk een goede Pokémon heb bij de starters. Eerst een slechte inzetten, de goede genoeg energie geven. En daarna omwisselen. En dan is het klaar. 5-1, we pakken nog een energiekaart. Kan niks gebeuren, want die heeft 4 energie nodig. We hebben gewonnen. Die nog eventjes evolven. Die doen we wel daarop. Die daarop. Ik weet niet waarom we het doen. Maar we doen het gewoon. Die heeft 100. Dus. Nou, dat was het. Overwinning. En we zijn klaar. 6,5 minuut. 2 energiekaarten in het doosje. MVP. Sowieso. En dan. Elektriciteit is water ook wel goed tegen, denk ik. Candle. Ze is opschep is niet waar het om gaat, maar om de statistieken. En ik zie nog niks goeds. Sterker nog, dit is de enigste Pokémon die we nu in kunnen zetten. Oeh, weakness is vuur, zie ik. Nou, is dat vuur? Nee, hè? Nee, dat is geen vuur. Ja, leuk. Maar we doen dit wel even. Articuno hebben we weer. Vaporeon. Gyarados. Dat was hem. Articuno is zeker goed. 100 damage, 120 HP. Ja, en Vaporeon is ook goed. Kunnen we trouwens gelijk evolueren? Oh, dat is al stom. Dan zet ik deze in. Vaporeon halen we eventjes op uit ons kaartendek. En die kunnen we niet gelijk gebruiken. Deze kan nog niks, want die heeft nog geen. Doe maar een tackle dan. En dan zien we het wel. Want. Dan kunnen we deze dadelijk inzetten op die. Oeh. Ineens krijgt hij 2 energie erbij. Oké. Kijk, hoppakee. 2 beurten volhouden en we zijn klaar. Die zetten we in. Wat mogen we uitkiezen? Oh. Oké. We hebben heel veel keus. Alleen Goldeen. Nou ja. Het is niet anders. Die kan hierbij. Kan nog niks. Even nog een beurt wachten. Oh, de ambush. Nog een keer, nou ja, 20. Die kan gelijk evolueren. Wat worden dan de statistieken? Niet zo heel veel beter. Die zetten we in. Hydro Splash. En hij is weg. 6-5 voor mij. Energie. Oké. Oeh,
wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? We pakken gewoon eerst dan. Ik weet niet wat ze allemaal inhouden, maar... ja... Dit is toch wel eventjes... belangrijk. Ja, maar dat ga ik niet doen. Oh mijn god. Pikachu. Oké. Articuno. Hydro Splash. Dan is die ook wel, want hij heeft maar 60 HP, doet 70 damage en klaar. Ik denk dat we vandaag wel 3 of 4 trainers gaan doen. Want... kijk ze bang, 3 Scraggy is allemaal 60 HP. Dit kan nooit moeilijk worden, zou je zeggen. Dus, we kijken eventjes Hydro Splash. En klaar. Kijk, die is nu uitgeschakeld. Vinden we natuurlijk heel jammer. Maar we zetten gelijk Articuno in. Die hadden wij zeker gehoopt. Anders. Die had er maar 3 natuurlijk. Dus. Freezing Wind. Nou ja, in ieder geval. We gaan lekker door. Wat is dit? Draw a card for each of your opponent benched. Basic Pokémon. Dan doen we dat eventjes. En kijk wie we daar krijgen. Gyarados. Daar zijn we echt wel blij mee. Nou ja. Hier. Kunnen we in ieder geval onze energie aan iemand geven. Dat is nummer 4 die weg is. Lapras. Nice. Alle goede kaarten hebben we gehad. Articuno, Vaporeon, Lapras, Gyarados zie ik hier zelfs nog zitten. Die heeft er maar 3 nodig en die 4. Nou, we kijken eventjes. Heb ik volgens ja, deze. Nou ja, hebben we niet nodig, maar dat maakt niet uit. Dodrio hebben we hier nog zitten. Articuno wil natuurlijk aanvallen. Doen we ook. Nummertje 15 weg is. En het staat 5-1. Als we dit nog verliezen. Dan weet ik het ook niet meer. Nou, oké. Die doen we even. Zo. Healing Scarf. Oh, wat houdt die eigenlijk in? Oh, dat kan niet. Zetten die ook al in. We hebben er maar 3 liggen, dus... nou ja, kunnen we in ieder geval weer wat leuks mee doen. Hoppa, Freezing Wind. Klaar. 5-0 overwinning voor ons. Dus. En het is, voor de mensen die denken dat het weer precies hetzelfde is als de vorige. De vorige was niveau goud en nu platina. En daarna komt stadskampioen. Penelope met een water... ja, wat is voor water? Vuur heeft juist als zwakte water. Dus ik kies mijn elektriciteitsdek deze keer. Een lekker chill spelletje, zeker.
En we gaan beginnen. Wat zijn de kaarten? Weer Eevee. Ivy. Ik zie nog geen goede Pokémon, dus ik weet ook niet waar ik nu mijn energie aan moet geven. Als ik even heel eerlijk mag zijn. Deoxys komt eigenlijk weer met de beste Pokémon, een goede Pokémon. Sparrow. Is het nog het beste ook? Ja. Hand into your deck. Nou, laten we dat maar even niet doen, want we hebben hier een double colorless energy. Maar die wil ik graag nog even houden. Vijf kaarten krijgen ze voor terug, nou ja. Zet maar in, energie geven, klaar. Hier, hopskee. Ook gewoon 110, dat duurt zo lang. Gras, double damage. Nou, we hebben geen gras dus. En misschien komt er ook binnenkort een pack opening. Dus houd in de gaten, ik heb aardig wat pakjes in game. Dus houd in de gaten, misschien komt er nog iets leuks uit. Het zijn heel veel verschillende. En ik moest even deze wedstrijd spelen om genoeg munt te hebben voor nog een pakje. Dus Battle Reporter. Close in the... Ja, hij heeft maar 60 en ik wil gewoon even een goede Pokémon wil ik nou hebben. Joepie, nog twee beurten en hij is weg. Als hij geen heal gebruikt, want dan zijn we alsnog, verloren. Overdrive Smash 30, hij is bijna weg. En we krijgen Magneton. Oké. Als we die kunnen... ja, dat is al een evolve. Als we daar de normale Pokémon van krijgen, dan kunnen we die zeker wat energie geven. Energie. Ja. Maar ik krijg nog geen goede Pokémons. En hij heeft toch wel een goede bank zitten. Magnemite. Oké, lunch. Dan evolven we hem dadelijk en daarna wisselen we onze hand in onze deck. Overdrive Smash, gelijk weg, schade verhoogd, klaar. Deze. Jouw beurt. Hotskey. Ja. Vijf kaarten erbij. Wie krijgen we? Raticate, Rattata. Rattata. En nog een keer. Electroball. Kost ons wel 1 energie. Ja, gewoon de normale. Want die andere telt gelijk voor 2 energie, dus dat vind ik zonde om weg te doen. Ik had ook eigenlijk gehoopt dat ik iets meer energie zou hebben nu. En niet dat ene kaartje. Maar, die zetten we neer. Die doen we zo daarop. Kijk, ja, dan is die ook weer gelijk weg. Weer wat energie. Opske. De bovenste twee kaarten. Magnemite of energie. Energie.
Hopskee, allebei 8 op de bank, wordt geregeld. Electrobal, we staan weer, oh, hij staat 5-3 voor. Ik heb nog wat in te halen, ja. Maar... Oh ja, 2 kaarten bij, die gaan we dadelijk inzetten, sowieso op hem. Want dat is wel goed. Die daarop. We moeten elke keer 2 kaarten pakken. Oké. Niet weg, want als het goed is heeft hij 90. Zoals ik kan zien, ja. Als we nu de kaart krijgen dat we 4 energie van de discardpaal mogen pakken. Geen probleem. Dus ook weer de evolve. Hopskee. Bijna klikte ik op terugtrekken. Lijkt me niet het handigst. En we staan gelijk. En daarna te gaan dat ik waarschijnlijk 6-3 achter stond. Dit is wel even... Onze grote vriend is terug. Dit moeten wij heel snel gaan doen. Dit kunnen we even maar een paar rondjes volhouden. Oei oei oei, die komt wel heel laat. Kijk, als ik even heel eerlijk mag zijn. Nou ja, op zich, Tiny Punch kan die al met 2 energie, dus. Als deze weg gaat, die inzetten, is het afgelopen. Want deze kan nu 60 plus, ja, hop, in 1 keer weg. Kies je actieve Pokémon. We moeten. Ik had graag nog even een paar beurten gewacht met Kangaskhan, maar... Het zit er niet in. Drie star Pokémon, ja. Hop, kom maar. Nog een Kangaskhan. En dan gaat hij. Dit is echt onze redding. De dubbele energie gaat ons de megapunts geven waarmee we gaan winnen. Nee. Verloren. 1-1. Maar dit was het wel weer voor deze week. Tot de volgende keer en later.